Zo'n 200 personeelsleden, ouders, jongeren en sympathisanten deden donderdag mee aan de protesttocht in Os. Met borden en ballonnen kwamen ze uiteindelijk aan in de hal van het gemeentehuis, waar een korte manifestatie werd gehouden. Dolf Warres kennen we als lijsttrekker van GroenLinks, maar in het dagelijks leven werkt hij bij Stichting Oosterpoort. Als de bezuinigingen doorgaan, dan heeft dat volgens hem grote gevolgen. Dat dreigt zeker ontslag en dat zal ook een groot ontslag zijn. Het kunnen zomaar 50, 60, 70 mensen zijn die Oosterpoort zullen moeten verlaten dan. En toch blijft het ergste wat we echt ook als medewerkers van Oosterpoort vinden, dat we het niet over ons hart kunnen krijgen om die gezinnen in de steek te laten. Dat is onze passie, dat is ons werk, dat is onze professionaliteit. En daar willen we geen afscheid van nemen. Wethouder René Peters nam een petitie met 900 handtekeningen in ontvangst. Ook kreeg hij een groot aantal ballonnen in zijn handen gedrukt. Die stonden symbool voor het aantal kinderen in de regio dat door de bezuinigingen buiten de boot dreigt te vallen. De wethouder kon de actievoerders nog niet echt geruststellen. Al is de dreigende bezuiniging van 20% iets naar beneden bijgesteld. Nou, de gemeentes die nemen nu meer risico en leggen daar dus in die zin wat bij. Dan wordt het 15%, maar meer is er niet. En dat is best problematisch. En het is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Ik heb dat in een brandbrief aan de minister geschreven. Ik heb het in Nieuwsuur gezegd. Ik ben bij de minister langs geweest. Maar het is op dit moment 15%. En daar kan ik echt geen... daar kan ik niemand gelukkig mee maken. Op 1 januari neemt de gemeente de jeugdzorgtaken officieel over. De vraag is dan wat de wethouder nog kan doen om de dreigende klappen te verzachten. Doorgaan met hoe die bezig is. Dus doorgaan met het gesprek met Den Haag. Ook doorgaan met het gesprek hier in de regio, met andere gemeentes, met de instellingen. Net zolang tot we weer kunnen zeggen tegen elkaar dat we het zo hebben georganiseerd dat ook de specialistische jeugdzorg de komende jaren er blijft staan. Nou, ik ga er toch vanuit. Os en regio Noord-Oost-Brabant is niet alleen. Overal in Nederland spreekt men over ongeveer dezelfde percentages die gekort worden. Dus die minister kan, of de staatssecretaris kan gewoon niet volhouden dat die... bezuiniging 3% is en dat het daar maar zo bij blijft. Dus dat moet echt anders. Op het gemeentehuis in Os liet de actie in ieder geval een blijvende indruk achter. Nu is het de vraag of het ook in Den Haag wordt gehoord.